Hey, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Tismellen en vandaag ben ik met Justine. En wij gaan naar Frankfurt, want daar treden morgen en overmorgen Milan en Rosanne op. En wij nemen jullie vandaag volgens mij om te laten zien wat we allemaal doen en hoe lang het reizen is en bij welk hotel we zitten en alles. Dus we zijn nu onderweg in de trein naar Venlo. Oké, we zijn in de trein naar Düsseldorf gestapt. Het is echt drama en druk hier. Maar we zitten. We zijn in Düsseldorf. Daar waren we problemen, want onze trein die we eigenlijk hadden wouden pakken, zeg maar, hadden gereserveerd, ging ineens niet meer. Dus we hebben er omgeruild voor een nieuwe. We komen nu anderhalf uur later aan. Maar goed. We komen daar in ieder geval en vandaag is er geen voorstelling, pas morgen. Is er geen airco? Hallo? Ga jij open? Nee, ik ga niet open. We zitten hier nou op zo'n vier zit, niet onze eigen stoelen, maar als we worden weggestuurd, dan gaan we gewoon op onze normale stoelen zitten, want we zitten wel in de juiste wagon. Maar goed, we komen er uiteindelijk wel. Ooit. Over een half uur of zo zijn we op Frankfurt Centraal en dan weer een half uur over de stad. Over ongeveer 2 uur zijn we bij het hotel. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. With my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. Nou, we zitten in deze trein, de laatste trein naar Offenbach. En dan is het een half uur lopen. Ja. En 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Nou, de volgende halte is Offenbach Hauptbahnhof. Ja, hij stond erg ingezoomd. Nou, kijk waar wij zijn. Offenbach. We zien er. Oké, we zijn inmiddels in het hotel aangekomen. We hebben anderhalf uur door Frankfurt gelopen. Met al onze koffers en alles, omdat het gewoon niet ging. Het was echt veel te warm en zo. We hebben inmiddels alles een beetje gesetteld in het hotel, behalve de rotzooi die hier nog ligt. En we gaan even snel naar de supermarkt, want morgen zijn alle supermarkten in Duitsland gesloten. En ik leg mijn camera even in het kluisje hier in het hotel. Dus als ik terug ben, dan zijn we bij de supermarkt geweest. Ik heb trouwens ook een ander shirt aangedaan en een korte broek, want het gaat gewoon echt niet. We zijn inmiddels naar de supermarkt geweest, maar ze hadden niet echt avondeten of zo. We hebben wel wat chips gehaald en ik heb een speciaal drinken gehaald, maar dat laat ik je straks nog zien. Mijn blik is alvast weer terug onderweg naar huis, omdat morgen dus de supermarkten niet open zijn. En daarna zijn we maar bij de McDonald's gaan zitten. En wie zat in de buurt? Eline heeft vegan nuggets met friet en drinken. En ik heb een McPlant met friet en drinken. Ik wou eerst een bier pakken dat ik ooit bij Dylan Harens heb gezien, maar die hadden ze hier niet. Ook midden tijdens de musicaltour moet je fit blijven, right? Dus we gaan in het hotel sporten. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Dit krijg je ook van het sporten. We hebben water drinken, maar dat ging niet helemaal goed. Kan ik mooi gelijk mijn eigen zweeming afhalen. Net de Mackie eraf van sporten, dan gaan we nu weer zuipen. We hebben vast een drankje van over. It's like Aperol Spritz. Yeah. No. Oh. Don't. No? What? Nothing for you now. Here, you see. You have to know, so. You have to hold it here, otherwise it will fly. This direction. Hard. Imagine if it's one ball, you just smell off and you want to mix them. Yeah, now you're done. This one is like apple sweets. Smaakt een beetje naar sinaasappel. Strawberry one. Maar dit is hier koffie. Die drank niet. You come to other country. Ja. No, but it's like those twins and we are traveling through the whole Belgium and Netherlands and Germany for them. Hier ineens geeft hij meer champagne. Dat ruikt lekker. Nee, dat is geen champagne, want champagne ruikt niet lekker. Nou, die van Miro doet de naam wel. Aan de sterke kant. Het is lekker. Nou wel. Ja, het is echt lekker. Maar het is wel sterk. En als ik hierna ook die cocktail nog zo moet opdrinken, dan ben ik vanavond echt bezopen. En ik moet morgen nog een Miro. Jouw alcohol begint te slaan. Het begint in te kakken.
Ik hoop dat het gaat. Miro gaat echt denken, hoezo zijn die zo aangeschoten en dronken? Wat hebben die gedaan? Sorry babes. We love you. Of wij hier midden op bed nog zitten te drinken? Nee. Jazeker, maar het is wel gewoon Fanta. Maar goed, zoals jullie hebben kunnen zien, zijn wij nog even in de sportschool geweest. En zijn wij daarna nog naar de bar gegaan, waar wij een ober om een verrassingscocktail hebben gevraagd, waar Eline ineens kon gaan schudden. Yep. Ja, het was wel heel leuk. We hebben 16 euro afgerekend. Valt op zich mee voor alcohol. Ook aangezien we ineens nog die twee extra drankjes kregen. Dus voor vandaag ga ik deze video afsluiten. Als je deze video leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop, zodat je nooit meer melden van mij. Je hoeft te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei! Joep. We gaan naar bed.